Ja, beste mensen, goedemorgen. Gisteren goed nieuws gehad over het steunfonds. Een op maat gesneden regeling, 600 miljoen euro. Ook nog een verruiming voor de mogelijkheden van leningen met minder borg. Dus al met al een resultaat waar ik heel blij en tevreden mee ben. En wat we zeker te danken hebben aan die uitstekende samenwerking in de keten de afgelopen weken. Er zijn heel veel mensen die daar hard aan hebben gewerkt. Ook mensen op het ministerie van LNV. Maar ook mensen vanuit onze werkgroepen. Met name de Taskforce Financiën heeft hier een belangrijke bijdrage geleverd aan het leveren van informatie. En gisteravond minister Schouten op NPO 1. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar wat we in ieder geval zagen was een minister die echt heel goed weet wat er speelt in onze sector. Het cyclische ervan. Die ketenaanpak van die sector. En dat was op zich al heel mooi om te zien. Dat de minister van ANV echt wel weet wat er bij ons speelt. En dat wij ook eigenlijk als een van de weinige sectoren nu een aparte regeling hebben. Op maat gesneden. In plaats van alle andere generieke maatregelen die er natuurlijk al waren. Ik had vanmorgen een journalist aan de telefoon. Op zich wel grappig. En die stelde natuurlijk allerlei kritische vragen. En die zijn er ook nog. Natuurlijk, we zijn er nog niet. We gaan nu aan de slag met een uitvoeringsregeling. Ik zeg het nog maar eens een keer, we moeten alles opnieuw bedenken. Alles is nieuw. Hoe houden we die hele keten tevreden? Wat komt er nog achterweg? Want over een paar maanden dan zijn er weer andere kosten. Hoe ziet de wereld er dan uit? Over een paar maanden dan komen er weer een aantal bolle producten uit de grond. Hoe ziet die handel er dan uit? Nou, daar gaan we nu weer verder mee. Dus we zijn nog lang niet klaar. Maar dit was wel een hele belangrijke stap. Van erkenning, van extra geld. Snel naar een uitvoeringsregeling en kijken wat er in de komende maanden nog op ons afkomt. Nogmaals, we zijn niet klaar, maar we zijn hier wel heel erg blij mee. Tot de volgende keer.